Welkom bij de uitleg over het lymfevatenstelsel. In deze video ga ik je uitleggen wat het lymfevatenstelsel is, hoe het werkt en wat de functies zijn van dat lymfevatenstelsel. Voordat ik je dat goed kan uitleggen, moet je even terug naar de uitleg. In de vorige video, en die ging over het bloedvatenstelsel. Daarin heb je geleerd wat de functie is van het hart, van de bloedvaten en hoe dus alle cellen van het lichaam uiteindelijk alle belangrijke stoffen krijgen die ze nodig hebben. En ook hoe allerlei afvalstoffen worden afgevoerd. Nu is het zo dat niet alleen het bloedvatenstelsel verantwoordelijk is voor een heel groot deel van de afvoer van stoffen van de cellen weg naar bijvoorbeeld, nou, noem maar bijvoorbeeld de longen waar de koolstofdioxide de lucht in kan. Maar er is ook een lymfevatenstelsel. En het lymfevatenstelsel is heel specifiek een buizenstelsel door je lichaam... dat verantwoordelijk is voor afvoer van afvalstoffen en bijvoorbeeld ziekteverwekkers. En het is dus niet bedoeld om stoffen naar cellen toe te brengen. En daar gaan we dus nu ook naar kijken van... Hoe zorgt dat lymfenvatenstelsel er dan voor dat dus bepaalde stoffen worden afgevoerd? En eh, hoe verhoudt dat zich dus ook tot het bloedvatenstelsel? Op het moment dat we willen begrijpen wat het lymfenvatenstelsel doet, moeten we even terug naar een stukje uitleg. En dat ging over de haarvaten. Op het moment dat zuurstofrijk bloed met allerlei voedingsstoffen bij cellen terecht moet komen, dan gaat dat uiteindelijk via een slagader naar een orgaan. In dat orgaan splitst die slagader zich in steeds kleinere bloedvaten. totdat ze uiteindelijk zo klein zijn dat je in de haarvaten terechtkomt. En een kenmerk van de haarvaten was dat ze één cellaag dik zijn. en dat er allerlei stoffen vanuit het bloed. door de wand van het haarvat heen kunnen naar de omliggende cellen. En dat is heel handig, want dan konden namelijk allerlei brandstoffen, bouwstoffen, zuurstof. kan allemaal het bloed daaruit. En ervoor zorgen dat de cellen alle stoffen krijgen die ze nodig hebben. Wat ook het bloed uit kon, was het bloedplasma. En dat bestond voor een heel groot deel uit water, met daarin allerlei opgeloste stoffen. En op het moment dat het bloedplasma de haarvaten uitgaat naar de cellen toe, dan verandert het als het ware van naam, want dan noemen we het geen bloedplasma meer, maar dan noemen we het opeens weefselvloeistof. Het is namelijk vloeistof dat tussen de cellen zit die samen een weefsel vormen. Maar het is. Bijna nog dezelfde vloeistof, maar we noemen het dus gewoon anders omdat het op een andere locatie zit. En het feit dat het bloedplasma eruit kan, is heel handig, en het is ook heel handig dat het als het ware tussen de cellen door kan. Want met dat bloedplasma mee komen allerlei belangrijke bouwstoffen en brandstoffen en zuurstof terecht bij alle cellen. Vervolgens produceren al die cellen ook weer allerlei afvalstoffen. Die kunnen datzelfde weefselvloeistof in, dat als het ware om die cellen heen stroomt. En via dat weefselvloeistof kan het vervolgens weer terug naar een haarvat. Kan het weer terug door de wand van het bloedvat heen en komt het dus weer terecht in het bloedvat. En op het moment dat dat weefselvloeistof met al die opgeloste stoffen weer in het bloedvat zit, dan spreek je weer van bloedplasma. Dus dan verandert het als het ware weer van naam. Maar niet al het weefselvloeistof wordt ook daadwerkelijk afgevoerd via de bloedvaten. Een deel van dat weefselvloeistof komt terecht in het lymfevatenstelsel. Dat moet je je voorstellen als een heel buizennetwerk door je lichaam en dat begint als hele kleine buisjes en die verzamelen zich in steeds grotere buizen. En via die buizen wordt uiteindelijk de vloeistof afgevoerd. Op het moment dat weefselvloeistof in een lymfevat terechtkomt, dan heet het geen weefselvloeistof meer, maar dan verandert het weer van naam. Dan noemen we het ineens lymfe. Het heeft weer ongeveer dezelfde samenstelling als het bloedplasma. He, er zitten wel wat meer afvalstoffen bij natuurlijk, maar het is nog steeds globaal gezien dezelfde stof. Dus zo zie je dus dat die vloeistof, afhankelijk van waar die zich bevindt, een andere naam kan hebben. In het bloed noemen we het, het bloedplasma. Tussen de cellen in noemen we het weefselvloeistof. En vervolgens gaat het naar het lymfevatenstelsel en noemen we het lymfe. De samenstelling verandert iets. Maar het is dus globaal dezelfde vloeistof. Nou, op het moment dat die lymfe in het lymfevatenstelsel terechtkomt, stroomt het uiteindelijk door al die lymfenvaten heen en komt het uiteindelijk weer terecht in de bovenste holle ader. Dus het wordt als het ware geloosd in de bovenste holle ader en dan komt het dus weer in de bloedsomloop terecht. Nu is het zo dat het lymfenvatenstelsel geen hart heeft, net als het bloedvatenstelsel. En toch stroomt er lymfe door het lymfevatenstelsel. Als eerste moet je je voorstellen dat het bloedplasma dat uit de haarvaten geperst wordt, natuurlijk wel met een beetje kracht eruit gaat, en dat wordt uit het bloedvat geperst. Dat komt tussen het weefsel terecht en dat wordt dus ook weer doorgeperst naar de lymfenvaten. Dus dat is de eerste kracht. En tot slot zie je ook dat spierbewegingen, dat is een hele belangrijke spierbeweging van gewoon de spieren in je lichaam, bijvoorbeeld in mijn benen, zorgen ervoor dat de lymfen door het lymfevat heen geperst wordt. Daarom is het ook belangrijk dat op het moment dat je, zeker als je bijvoorbeeld een zittend beroep hebt, dat je dus wel af en toe beweegt om ervoor te zorgen dat die spieren bewegen. En daarmee dus dat lymfe door die lymfevaten heen geperst wordt terug uiteindelijk naar de bovenste holle ader. Dit hele systeem zou niet werken als er geen kleppen zouden zitten in het lymfevatenstelsel. Als je kijkt naar de lymfevaten, dan hebben die net als aders in het bloedvatenstelsel een soort kleppen. En dat zorgt ervoor dat die lymfe maar in. Één richting kan stromen en dus als het ware niet terug kan zakken. En dat is heel erg belangrijk bij het lymfvaatstelsel, omdat het geen hart heeft en dus ook geen krachtige pomp heeft om het er doorheen te pompen. Nou, die lymfe wordt dus uiteindelijk afgevoerd. En wat ik net al zei is dat de kleine buisjes verzamelen de lymfe en die komen uiteindelijk samen in steeds grotere buizen. En dat gaat vaak via knopen. Als je kijkt naar het lymfevatenstelsel, dan zie je allemaal buisjes lopen. En die komen allemaal samen bij een soort van knooppunten. Dat zijn de limfenknopen. Daar komen meerdere aanvoerbuisjes in uit. En vervolgens komt er ook een afvoerbuis die het lymfe weer verder wegvoert van een lymfeknoop. Dus het is als het ware een soort van kruispunt met allemaal eenrichtingsverkeer. Die lymfenknopen zijn dus belangrijk voor het verzamelen van al die buisjes en als het ware weer doorvervoeren. Maar ze zijn ook ongelooflijk belangrijk bij de afweer van ons lichaam. Want. In die lymfeknopen kunnen witte bloedcellen ongelooflijk goed hun werk doen. Dus op het moment dat er ziekteverwekkers in de lymfe zitten, dan stroomt dat dus uiteindelijk naar een lymfeknoop toe. En daar kunnen ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt worden door de witte bloedcellen. En verder zie je ook dat die lymfeknopen ervoor zorgen dat allerlei andere afvalstoffen al worden afgebroken en dus als het ware onschadelijk gemaakt worden. Dus je ziet dat die lymfeknopen een enorm belangrijke rol hebben bij het gezond blijven van je lichaam. En je kunt soms ook wel merken op het moment dat een lymfeknoop aan de slag is met jouw lichaam als het ware te verdedigen. Want als je bijvoorbeeld verkouden bent, voel je wel eens in je hals dat het een beetje is opgezet. In jouw hals zitten een aantal lymfeknoopen en die zwellen op op het moment dat ze dus ziekteverwekkers onschadelijk aan het maken zijn. En zo zie je dus dat het lymfevatenstelsel bestaat uit allemaal buisjes in je lichaam die verbonden zijn met lymfenknopen en uiteindelijk dus de lymfe met erin allerlei afvalstoffen afvoeren naar de bovenste holle ader en daar komt het dus weer in de bloedsomloop terecht. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze uitleg. Ik zal hier om me heen een aantal linkjes neerzetten van video's die je misschien ook kunnen helpen en dan zie ik je in de volgende.